Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik heb vandaag een gesprek gehad voor een opleiding in de horeca. Dus daar ben ik dan vanochtend heen gegaan. Mijn wekker gezet om 8 uur, zodat ik op tijd er was. Want ik moest er om 10 uur zijn. Dus 2 uur van tevoren wakker geworden. Even koffie gedronken. Even televisie gekeken. In de auto gestapt. En naar die afspraak gereden. En ja, die vrouw die dat gesprek deed, die herkende me nog. Dat is wel grappig. Niet van YouTube, dat zou helemaal leuk zijn geweest. Maar van vroeger. Want ik heb ooit bij haar zoon in de klas gezeten. Dus dat is puur toeval. En ja, toen was het gesprek over wat er allemaal gedaan wordt en zo. En hoe dat gaat. Want je moet ook gewoon leren bedienen. Niet dat het heel moeilijk is hoor, maar het hoort er wel van bij. Bedienen, schoonmaken is niet leuk. Schoonmaken, maar het moet wel, want wordt het een rotzooitje. En ja, koken hoort er ook bij. Ook wel leuk, ben ik goed in koken. En ja, En natuurlijk worden er ook bonbons gemaakt, dat doen ze daar ook. En wat nog meer? Nou, dat was het wel een beetje, denk ik. Die dingen doen ze allemaal. En daar heb ik even een gesprek over gehad. En dan binnenkort eerst even proefdraaien. En dan kijken of het bevouwt. En ik kan dat combineren, want ik heb ook een andere baan. Ergens met productiewerk. En dan kan ik dat combineren met die horecabaan. Dus dan heb ik 2 banen. Dat is wel grappig. Want dan hoef je anderen ook niet te verlaten, dus dat scheelt. Dat is wel mooi. Nou, en toen was het klaar. En toen ben ik weer weggegaan. Nou, dat was het. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.